Ik heb met de gemeente gebeld vanaf vrijdagavond. En het is dus nog donker. Ja, dat de donkere dagen voor kerst zijn, oké. Maar ik vind dit, nee, dit hoort niet. Er hoort gewoon verlichting te zijn. Ik vind dit niet veilig. Dit hele stuk en daar, hier om de hoek en naar de Jumbo toe, allemaal voor mij niet veilig genoeg. Ik durf niet meer over straat. Ze vraagt me over de straatverlichting. Sorry, ik spreek je zo. Meneer, ik woon al heel lang hier al. Sorry hoor. Dit kan niet. Door de lichten, dat er niet is, moet ik ook vroeg sluiten. Want ik ben bang. Je moet het laten maken. Je weet toch dat het kapot is? Moet je toch mensen verbellen? Of moet de burger het weer doen? Moeten wij het doen? En andere mensen genieten elke keer van het goede leven? Laat ze een keer opstaan en doen wat ze moeten doen een keer. Ze moeten het doen. Kom voor die arme mensen op. Geen zakkenvullerij. Doei. Je ziet het ook niet, hè, zonder wat aanpalen. Dat zie je neergooien. Zou je het over de glazen? Ja. Godzame. Vanochtend dacht ik ook even 3 keer na. Want ik moet naar mijn werk om 8 uur 's ochtends. En het is, je ziet gewoon niks. Maakt niks uit. Als een fietser aankomt rijden zonder licht, je ziet niks. De laatste tijd worden we veel in die negatieve beeld gebracht. Ze laten die donkere lichten hier niet misleiden. En vooral wanneer ik hier ben, gebeurt er niks geks, weet je toch? Dus maak je niet druk. Ik kan gewoon lopen hier. Niks aan de hand, man.